Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb echt zo'n bad hair day dat gewoon het wil niet zitten. Maar goed, ik heb de kindjes allemaal aangekleed. En ik ga ze nu de jassen aandoen en Jordi naar school brengen. Dus hij heeft er zin in. Hij is vrij vrolijk, dus daar doen we het voor. We hebben ze fruit, of ik heb ze fruit gegeven. En we hebben Jordi weggebracht. En ik denk dat hij zo weer gaat liggen slapen. Hier. Wat ga je doen? Oh, trouwens, zijn tandjes zijn allemaal door aan het komen. Je ziet, het zijn nou echt spitse dingetjes. Als je met je vinger eroverheen gaat. Joef. Oh, je hebt je... Ja, nee, is van jezelf. Doe maar spelen. Ga maar pakken. Ik dacht dat ze een knuffel had van de kinderen. Ik zag iets geels voorbij komen, maar ik dacht dat dat de Boomba was. Ja, kom maar. We gaan niet motorboten, hè? Dat gaan we niet doen. Goed staan. Oh ja. Meneer Motorboot. Hallo. Hallo. Ja, je zit hier zo precies. Ja, ik blijf kussen met jou met tong. Net als Jordi. Jordi doet ook altijd zo. Maar goed, ik ga nog eventjes met ze lekker klooien. Even de kindjes wakker gaan maken. Want ik moet Jordi zo ophalen. Sammy. Moet je wakker worden, vent? Hallo. Ja, ben je wakker? Even wakker worden. Goed zo. Hi, vent. Ja. Doe mama even Liam wakker maken en dan komt ze jou pakken. Ja? Even wakker worden. Liam. Wil je wakker worden? Moet je wakker worden? Als je zo diep bent slapen. Hé, je mag rustig wakker worden. Ik ben een beetje moe. Maar rustig wakker worden. Nou, dat is dus Liam als die wakker wordt gemaakt. Hij is niet vriendelijk. Net zijn moeder. Ik ga heel eventjes het kindje uit bed halen en zorgen dat ik Jordi ga halen. Zo, hij is alweer wat vrolijker met zijn petje op. Jordi gaan we nu ophalen. En Sammy zit daar. Goed, kindje. Dus ja, dat gaan we nu doen. Ik ga de auto starten. En dan gaan we op pad. We hebben Jordi opgehaald. Oh, wacht. Daar. Jordi opgehaald. Niet zo'n topdag op school gehad. Kun je het nog zien, Liam? Zo. Hij wil zelf. Zo beter? Oké. Vind je zo beter? Oké. Dan gaan we in huis rijden. Hij had niet zo'n topdag gehad, man. Ik kan niet altijd alles hebben. Hij heeft ook wel last van zijn darmen hoor. Dus ja. Hopelijk donderdag allemaal gewoon doorgaan. Nou, we zijn thuis. Twee kinderen zijn aan het drinken. Liam die heeft wat te snacken. Wat oma mee heeft gebracht voor hem. Dus hij is lekker aan het snoepen. En ik ga zo eten, aan mijn eten beginnen. En zorgen dat Jordi verschoond wordt. Want hij had alweer gepoept. Zo, mijn eten staat aan. Er zit aardappels, bloemkool en boontjes in. Oh, echt namen. Ik
heb met alles daar moeite mee. Hier liggen kippenworstjes, dadelijk jus maken. En dan kunnen we eten. Dan is het gewoon klaar. Ik ga nu eventjes Jordi doen, want die moet even schoon pampam. Wij noemen luiers vaak pampam. Makkelijk dadelijk ook voor Jordi om te zeggen. Dus wij zeggen pampam. Komt door tante Bianca, want die noemde het ook pampam. En wij dachten van, dat is dadelijk misschien wel makkelijk voor Jordi om te zeggen. Dus dan zeggen we pampam. Ze moet en zal op dat ding liggen. Dan maar het kleinste plekje wat ze maar kan vinden. Jongen. Hier is Liam. Lekker aan het tablet kijken. Hij heeft zelf iets opgezet wat hij leuk vond. En daar zitten Jordi en Sam. Ik dacht dat ik je vliegtuig hoorde. Wat dacht je van een lekker kopje thee? Oh, heel graag. Het komt me niet vaak voor, maar ik ben gewoon helemaal vergeten te uploaden. Heel eerlijk, het is gewoon zo. Ik ben nu wel bezig met uploaden. Ondertussen mijn eten is bijna klaar. Dus ik hoop dat ik hem daar aan heb staan ondertussen dat we eten. En dat hij dan online komt. Oh, echt. Ik ben hem echt helemaal vergeten. Wij zijn eventjes aan de wandel. We hebben gegeten. En nu gaan we even naar de winkel. Een paar boodschapjes doen. En daarna kunnen ze lekker bed. Toch, papa? Goedemorgen. Gisteravond heb ik niet meer gevlogd, want ik ben live geweest met iemand van TikTok. En ja, daar heb ik mijn telefoon voor nodig, dus ja, ik kon niet vloggen. Sammy staat hier. En je wordt een krentenbolletje gegeten en Korky. Joef die heeft weer eens niet geluisterd. Dus Joef, naar je plaats. Tegen jou is verteld dat je naar je plaats moet. Je zet de aas op het krentenbolletje van Liam. Op je plaats. Dus die kan 5 seconden luisteren en dan komt ze weer. Lig. En blijf. Jordi is ook wakker. En die krijgt zo'n fysio, dus die gaan we zo ook aankleden. Hi. En ja, vandaag is Niels 's morgens thuis. Want we moeten naar het consultatiebureau. Dus dat zullen we gaan doen. Met Sam en met Liam. Ze moeten allebei gecontroleerd worden. Ik ben benieuwd wat ze te vertellen hebben. Dus ja, later meer. Even wachten. We hebben het overleefd, hè, het consultatiebureau. Ja, het duurde een eeuwigheid, maar het is toch gelukt. Ja, en we hebben wel geregeld wat we wilden regelen, toch? Mm. En Sam heeft spuitjes gehad. Dus die kan vandaag verhoging of koorts krijgen. En morgen kan het ook nog eventueel, uit mijn eigen ervaring. Liam die heeft alleen zijn gewicht en alles gehad. We hebben gesproken over peuterarrangement. Dat wordt aangevraagd voor ons, voor Liam. Voor Sam wordt het dreumesarrangement geregeld. Dus ja, wat dat betreft is alles geregeld. En Liam, die... Ik moet even een papiertje goed doen, hè? Wacht. Liam die weegt nu 12,8 kilo. En is 90 centimeter lang. En Sam die weegt 10 kilo 740 gram en is 77 centimeter lang. En ze zijn allemaal gemiddeld. Ja, ze zijn allemaal gemiddeld. We hebben gemiddelde kinderen. Ze hadden ook niks te klagen of te zeggen of te doen. We deden het allemaal prima. Dus nou, zo doorgaan. Ja.
Dus wij zijn weer blij. Nu is het afwachten totdat Sam een beetje koortsverhoging krijgt. En dan, ja. Ik ben nu broodjes aan het afbakken en eitjes aan het koken. En dan gaan Liam, ik en Niels eventjes samen eten. En Sam gaat zo naar bed toe, want hij was moe. En dan is het straks weer tijd om Jordi op te halen. En Niels die gaat zo ook weer werken. Dus ja, tijd vliegt vandaag. Ja. Dus dat is wat de bedoeling is. En dan lig ik nu even lekker op de bank. We hebben gegeten, gedronken. Ik heb Liam op bed gelegd. Niels is werken. Even niks. Koppijn. Ik weet niet waarom. Even mijn serie kijken, even niks. De rust is van korte duur. Want... hij is wakker. Had eerst een flinke poephoek. En toen ja, leek hij zich niet lekkerder en niet lekkerder en niet lekkerder te voelen. Dus ik heb hem maar uit bed gehaald. Nou hoop ik dat hij vanavond lekker op tijd naar bed kan. En dat hij de hele nacht doorslaapt. En dat hij gewoon lekker zijn spuitjes zo wegslaapt, zeg maar. Dat hebben Liam en Jordi wel gedaan. Dus, tenminste met de meeste spuitjes in ieder geval. Dus we gaan het gewoon zien. Maar voor nu is hij gewoon lekker eventjes hier aan het spelen. Ik kom niet van Sam af. Sam die wil bij mama blijven en zijn. Als ik hem nou op de grond zet, komt hij weer aan geklommen en dan is het weer janken bij de bank, omdat hij niet op de bank kan. Moet nog een keer. Jij vindt echt alles wat uitsteekt leuk, hè? Knopen, moedervlekken, dat soort dingen. Ben je nou weer op de grond? Ja, wil je dat? Moet je goed van de bank af, hè? Moet je goed van de bank af? Nee, dan gaan we goed van de bank af. Dan gaan we goed van de bank af. Dan gaan we er zo vanaf, hè? Met de kont eerst. Oh. Waar is hij er weer vanaf? Over een paar seconden komt hij weer terug. Maar eerst moet hij even zijn knuffel knuffelen. Het duurde even. Maar we zijn thuis hoor. Er was geen plek hier in de straat. Ik heb geprobeerd in één parkeervak te parkeren, maar het lukte niet. Dus heb ik hem bij... oh, mijn boy neergezet, hè? Ja! Maar dat betekent dat we dan even een stukje moeten lopen. Dus Jordi in de loopwagen, Liam gewoon zo en Sam in de buggy. Dus dat is wat we gedaan hebben. En dan kom je iedereen tegen en dan praat je even. En dan... hier in de wijk is dat gewoon heel normaal. Het is gewoon doodnormaal. Ik ga nu gauw drinken regelen voor iedereen hier. En dan ietsje snoepen. En dan is er weer tijd om het eten te gaan maken. En Jordi die gaat kruipen. Lukt het? Hey, primo. Sammy. Hij is niet helemaal lekker. Bij hem werkt het volgens mij altijd wel wat sneller. Maar maakt niet uit. Komt goed. Blijf positief. Ook als je enting heeft gehad. Hé, wacht. Ja, hij staat aan. Ik denk, heb ik de vaatwasser wel aangezet? Ja, die heb ik aangezet. Voordat ik daar aan het eten ga beginnen en alles, kindjes zijn een beetje chipjes aan het eten. Eten hoeft nog allemaal niet laat te zijn hoor, dus dat is een voordeel. Ik had deze gisteren meegebracht. Kindjes zijn toch iets anders aan het eten. Kan mama even lekker dit eten. De grootste grap is, ik krijg hem niet eens helemaal op. Maar dat maakt niet uit. Elke hap, even van genieten.
ik wil jullie toch heel eventjes ergens in meenemen nog. Ik heb nu net het eten klaar. Jordi die ging net helemaal over de zeik, omdat hij buikpijn heeft. En ik heb hem eventjes het scherpe randje eraf kunnen halen bij hem. Dus hij is nu iets vrolijker even. Maar hij ging net zo tekeer. Mama blijft bij jou. En ja, ik wil jullie daar wel even in meenemen. Ik heb net een kwartier lang alleen maar geschreeuw gehad van Jordi. Van de buikpijn. Dus daar wil ik jullie wel eventjes meegeven. Dat deze kanten er ook echt nog steeds aan zitten. Ik film ze alleen niet. En ik doe net alsof alles koekenij is. Maar dit is het echt niet hoor. Het is echt zwaar. Het is heel zwaar. Hij knarst ook heel erg met zijn tanden. Van de buikpijn. Hij doet dat echt in verband met zijn buikpijn. Hoe meer last hij ergens van heeft, hoe meer hij dat doet. Kijk, nu heeft hij eventjes geen... geen last. Maar op het moment dat hij weer gaat tanden knarsen, dan komt er weer een aanval aan. Hè? Dus, ja. Hij krijgt niet voor niks donderdag natuurlijk botox. En ik laat het vaak ook gewoon niet zien. En waarom laat ik het vaak gewoon niet zien? Omdat ik van mening ben dat... Ja, ik kan het allemaal wel laten zien. Alleen, ik denk dat ik Jordi daar harder mee heb dan dat ik mezelf daarmee heb. Dus vandaar dat ik er gewoon over vertel. Dus... Het moet echt niet gekker worden hier, hoor. Bia, wat ben je aan het doen? Waarom zit je in de mand? Je bent een maffe Kees. Een maffe Kees ben jij? Wie heb je aan de telefoon? Wie is aan de telefoon? Papa aan de telefoon? Hallo. Hallo, Liam. Mag ik jou niet bellen? Moet ik ophalen? Oké. Hallo, Liam. Hallo, Liam. Nee, je moet deze opnemen. Hallo. Hallo. Telefoon voor jou. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Stiekem knuffelen samen. Doe eens graag stiekem, hè? Ja. Lief zijn voor elkaar, hè, schatjes? Ja, dat doen we ook wel eens, hè? Lief zijn voor elkaar. Jee. Juist. De kindjes liggen op bed. We hebben Jordi nog geholpen. Ja. En lekker fles gehad en alles. Ik wil heel eventjes melden dat wij vrijdag niet doen uploaden. Want donderdag wordt Jordi geopereerd aan zijn botox. En ik wil gewoon de aandacht op Jordi dan vestigen. En ik wil gewoon zorgen dat ik alle zorg voor hem kan doen. Want hij is ook gewoon thuis daarna. Dus ja... Het is gewoon belangrijk dat we er dan even zijn. We vloggen wel, dus dat komt maandag dan allemaal online. Dus ja, dat is jullie missen niks. Nee, jullie missen niks. We nemen jullie gewoon mee. In zover dat kan natuurlijk. En ja, we gaan nu ook even opruimen. En dan gaan we ook niks doen eigenlijk meer. Nee. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.